Drie pijlen, één bord. Gooit Jan Wuitens een even getal, dan krijgt hij een makkelijke vraag. Raakt hij een oneven getal, dan volgt een kritische. Maar mikt hij in de bullseye, dan mag hij kontje knallen op de verslaggever. Nummer 4. Je hebt één duel gemist door een schorsing. Voor de rest heb je alles gespeeld. Baal je daar erg van? Van die ene wedstrijd? Ja, ja, tuurlijk. Had niet hoeven te gebeuren en niet moeten gebeuren, maar daar heb je mee te maken na lang, zo'n lang seizoen. Dus het hoort erbij. Hoeveel spelers in de Eredivisie houden het überhaupt voor om iedere wedstrijd te spelen? Dat is niet voor veel weggelegd, denk ik. Maar het is natuurlijk wel heel mooi als je dat kan bewijzen dat het lukt. Alleen bij mij was het net één wedstrijd niet. Nee, maar dat was niet door je fysiek in principe. Ben jij zoveel fitter dan de rest? Mag je dat zeggen? Nee, ik denk gewoon dat... Nee, ik probeer gewoon in mijn hoofd de knop om te zetten dat ik iedere wedstrijd wil spelen. En daar doe ik alles aan door de week. Fysio behandelen, constant mezelf goed verzorgen. En dat is heel belangrijk. 13. Utrecht maakt zich al weken op voor de play-offs. Dat begint nu echt eraan te komen. Ben je niet bang dat het dan op het einde misschien toch gaat mislukken? Nee, daar denk je niet aan. Hè? Je staat met één doel en dat is die play-offs te spelen. Dat hebben we gehaald. En de volgende doel is om die play-offs te winnen. En daar concentreer je volledig op. We hebben natuurlijk nog één wedstrijd, Heracles. En die we proberen ook eerst te winnen. En dan kijken we wel weer verder. Dan gaan we door naar Heracles. Dat is natuurlijk je oude clubpie. En het is eigenlijk, volgens mij nemen ze ook afscheid van je in het stadion de volgende wedstrijd, mm-hmm, toch? Ja. Is dat apart? Is dat een mooi moment voor jou? Ja, natuurlijk. Het is een oud clubje van me waar ik ook heel fijn heb gehad. Dat ik goed naar mijn zin heb gehad. Die twee samen, een mooie afscheid kan ik me niet wensen, denk ik. Het is natuurlijk wel een apart moment dat ik na 4 jaar Utrecht dat ik weer een volgende stap kan maken. Zeker nadat ik vier mooie jaren heb gehad. Dat hoort er helaas bij, maar ik heb toch genoten hier. Die volgende stap, weet je al iets meer en mogen wij het weten? Ik weet nog steeds niks. Nee? Nou ja, tot zover. Nog heel even over Heracles. Ploeg met 3 verdedigers vaak. Ligt dat jullie? Vind je dat prettig? Ja, hun spelen volledig op de aanval. Hè. Dus voor ons komen er dan wel ruimtes vrij. Waar we wel onze ruimte en ons spel in kunnen zoeken. Maar ja, Heracles heeft ook een heel goed team. Wat ga je het meest missen? Ja, de spelers. Hè. Het teamgevoel. We hebben zo'n enorm leuke groep. We doen heel veel dingen met elkaar samen en binnen en buiten het veld. In de kleedkamer is dat eigenlijk alleen maar lachen, maar wanneer het serieus moet zijn, dan zijn we ook heel kritisch naar elkaar en dat maakt ons op dit moment enorm sterk. Waarom ga je dan? Goeie vraag. Vraag mezelf soms ook af. Ja?